Goed, nou, welkom bij deze sessie. Een vergelijkbare sessie met de vorige. De People Group dus, wie zijn wij? Nou, de People Group is een club voor mensen. En ik ga daarna verder bij Optimize Connect, Optimize Live, NLCS Live laten zien. En daarna nog wat ruimte voor vragen. Het is een krap programma, dus ik ga er even razend doorheen. Wie is de People Group? De People Group is een club enthousiaste mensen. Inmiddels niet zomaar een kleine club. Na ruim 14 jaar zijn we gegroeid tot 402 mensen met 500 klanten. We hebben meerdere, 1372 projecten die lopen en we zijn één bedrijf, één cultuur. We doen diensten in verschillende segmenten, data, analyses, uitvoering, ontwerp, besturing. En wij focussen op dit moment vooral op software en trainingen. Het deel software ontwikkelt dus feitelijk de NLCS-applicatie, onze Optimize NLCS. Maar we hebben ook een applicatie voor de BGT bijvoorbeeld. Daarnaast doen we natuurlijk trainingen, om natuurlijk ook mensen op te leiden in niet alleen de producten die we hebben, maar ook andersoortige producten. We werken met veel mensen samen. Onze software services heeft feitelijk verschillende pijlers. We focussen ons dadelijk op de paarse pijler, Optimize Connect. Daarin zit een product geodata, NLCS en plot. En eigenlijk speelt dat allemaal samen in het veld van het tekenen van een omgeving of een kaart. Je begint ergens en dat kun je doen vanuit een geodata omgeving. Je wil het conform een standaard tekenen, dat doe je via de NLCS. En uiteindelijk wil je een plot maken. Aan de andere kant wil je natuurlijk gebruik maken van bronnen, zoals 360 graden foto's. Of wil je misschien wel een curve kunnen berekenen van een rijrichting van een auto. We hebben een organized platform, dat is voor onze de kabelaars. Die kunnen zeg maar monitoren in het terrein, direct foto's maken en uploaden in een portaal. Waarbij ze dus kunnen zien dat de sleuf ook dicht mocht, want alles is gevalideerd door een operator aan de andere zijde. We hebben GeoSmart Design. Dat is voor onze kabelaars ook om geautomatiseerd zeg maar diverse soorten netwerken te berekenen vanuit diverse kabels en leidingen. We kunnen natuurlijk wat doen met Qlik. We hebben de Qlik Win Service, Qlik Direct en de Graaf Manager. En we hebben inmiddels ook een product als Sesam Beheer BGT in huis, waarbij je de BGT kan beheren. En daarna doen we door allerlei andere diensten, services zeg maar. Hè. We maken allerlei maatwerkzaken. Ik wil even inzoomen op Optimize Connect. De doelstelling natuurlijk van Optimize Connect is om je te versnellen. Optimize Connect draait bovenover het Bendy Connect platform. MicroStation, PowerDraft, Open Cities of Open Roads, Open Utilities, Open Rail. We kunnen dus feitelijk het product Optimize Tools en de daaronder gerelateerde producten meenemen. Optimize Tools is eigenlijk een gratis suite die slimmigheid heeft en die op een bepaalde manier zeg maar wat gratis functionaliteiten aanbiedt die in de landen beschikbaar waren. Maar ook toegang tot bijvoorbeeld open data van PDOC of iets dergelijks. Optimize Geodata is de bron. Die begint eigenlijk, daar begin je eigenlijk mee. Je wil misschien wel BAG-data ophalen of BGT-data, kadastrale data, omdat je verder wilt tekenen op basis van de bestaande actuele ondergrond. Je maakt het volgende stapje, en dat is Optimize NLCS. Je kunt doortekenen. En uiteindelijk kun je natuurlijk ook een plot maken van hetgene wat je tekent hebt. En tussendoor kun je gebruik maken van de connectors naar StreetSmart en Cursive bijvoorbeeld. Ik ga even over naar de MicroStation omgeving. In MicroStation is het zo dat MicroStation Connect gebruikt inmiddels natuurlijk een bepaalde flow. MicroStation werkt met workflows met verschillende tabbladen, groepen en functionaliteit. Optimize NLCS wordt eigenlijk gestuurd vanuit het Optimize Tools menu. We proberen dus zoveel mogelijk aan te sluiten bij de MicroStation werkwijze. We hebben dus die gratis tools zoals net benoemd. Ik ga daar nu niet vanwege de tijd uitgebreid op in. In dit stukje zit eigenlijk de betaalde functionaliteiten, zoals NLCS tekenen, Geodata of StreetSmart. En ik kan dus heel makkelijk op een van deze knoppen klikken en dan krijg ik dus een toegevoegde functionaliteit. Ik klik even op Geodata en ik wil graag binnen mijn view hier, wil ik graag BGT-data of BAG-data hebben. Ik ga nu mijn focus op BAG-data. Hier heb je allerlei bronnen die je kan raadplegen. Ik wil graag dat de NLCS-labels worden toegepast
En op het moment dat ik klik op plaats features, worden dus netjes de BAG features uit de landelijke voorziening gehaald. En heb ik meteen toegang tot de geometrie van de BAG. Maar niet alleen de geometrie. Ik heb in dit geval ook een vinkje aangezet. En onder in beeld zie je dat er een NLCS-laag gemaakt is voor me. Ik heb dus feitelijk een object binnengekregen die niet alleen kenmerken bevat op een NLCS-laag staat, maar ik gebruiken kan in mijn omgeving. Ik kom op dit scherm dadelijk even terug, want ook hier kunnen we klikmeldingen importeren. Ik sluit dit scherm. Op het moment dat ik in dit stukje zit, zou ik natuurlijk verder kunnen gaan werken. Ik wil heel graag benoemen, objecten opvoeren. Ik kan via het rechtermenu, wat ook binnen MicroStation aanwezig is, naar het Optimize hoofdmenu of een Optimize match gebruiken. Ik kan natuurlijk gebruik maken van de discipline, omdat ik die wil instellen. Ik klik even op instellen. In mijn scherm kan ik natuurlijk via het hoofdmenu, wat ik ook via de rechtermuisknop bij kan ik een NLCS-instellingen scherm openen. En dat laat eigenlijk interactief zien wat actueel is, wat is ingesteld. Als ik dus inderdaad een andere instellingen doe, bijvoorbeeld ik stel mijn status in op bestaand, dan zie je dus dat mijn schermpjes vernieuwen. Dit is de volledige bibliotheek van de NLCS. Deze bibliotheek kun je zelf uitbreiden. Die kun je weer toepassen in bepaalde ribbonstructuren. Ik klik op boom. Ik krijg eigenlijk de plaatsingsroutine van boom. En als ik daarop dubbelklik, dan zie je dat de boom meteen aan mijn muis hangt. Ik kan hem dus ook meteen plaatsen. En deze wordt ook meteen geplaatst op basis van deze kenmerken. De laag wordt dus meteen netjes aangemaakt, zodat als ik dat bedacht had, een BGVGR boom. Laag met een symbool. Op die manier kunnen we dus heel snel objecten plaatsen vanuit het menu. Het nadeel natuurlijk is dat hier een hele berg aan objecten in zit. Hè? De hele boom van 3000 objecten die zit hier natuurlijk in verstopt. Ruim 3000 objecten. Deze instellingen die regelen dus dat de dingen er anders uitzien. Als ik op doorsnede klik, dan wordt dus ook mijn doorsnede getoond. En kan ik dus de doorsnede bomen plaatsen. Op die manier reageert die software op elkaar. Dit is niet altijd handig en vandaar dat we in de omgeving gekozen hebben om te gaan aansluiten bij de mechaniek wat Bentley zelf gebruikt. Namelijk het maken van workflows, tabbladen en groepen met functionaliteit. We kunnen bijvoorbeeld heel snel een ontwerp gaan tekenen. Natuurlijk, dit is maar een subsetje. Dit is een bepaalde keuze die we ooit gemaakt hebben. Ik ga heel eventjes een luchtfoto erbij halen. Want natuurlijk hebben we nog steeds toegang tot allerlei bronnen. Die we natuurlijk op een bepaalde manier kunnen koppelen. Ik koppel nu even de high-res luchtfoto die bij PDOC beschikbaar is. En ik kan eventjes inzoomen op een bepaalde hoek. Ik wil graag hier wat gaan opvoeren. Ik moet daar wat gaan intekenen. En ik wil dat gaan overtekenen. Om nou niet te hoeven gebruik maken van het hoofdmenu, wil ik dat vanuit een andere rol doen. Ik wil dat vanuit deze tabbladen gaan doen. En ik kan dus feitelijk hier doorheen gaan klikken en kijken van wat zijn de objecten die hierin zitten die ik kan gebruiken. Want die hebben we afgesproken dat we standaard gebruiken. Bijvoorbeeld beplanting, arceringen of symbolen. Hier heb je water, een waterlijn. Ik kan dus bijvoorbeeld een waterlijn intekenen als ik dat zou willen. Ik klik hier op de hoek van de boog. Ik klik op het volgende punt en ik teken op dit moment niet nauwkeurig. Laten we dat even voorop stellen. Wat je ziet is dat doordat ik op deze knop gedrukt heb, meteen direct Display Smartline tot mijn beschikking heb. Dat betekent dus dat als ik kan kiezen tussen een bepaalde boom, ik ook meteen een bepaalde boom aan mijn muis heb hangen. Ik krijg wel de plaatsingsroutines van MicroStation. Dus ik kan wel op MicroStation manier plaatsen. Maar je ziet dat ik meteen objecten kan reproduceren vanuit deze hele lijst. Ik kan meteen gaan plaatsen. En dat betekent dus dat ik eventueel ook een symbool of een haag zou kunnen plaatsen. Nou, ik heb hier een bepaald object zitten. Ik wil daar graag een haag tussen zetten. Dus ik teken hier even een haag in. Je ziet dat ook de laag meteen gekozen wordt in de bepaalde lijn waar ik in teken. Ook hier geldt voor, rechtermuisknop, kom ik bij een submenu. Dat is van Bentley zelf. We hebben dat aangevuld met extra functionaliteiten. En je ziet dat hier meteen de laag netjes op de goede instelling staat. Zou je dus toggelen tussen deze lagen, dan zou dus ook het object meteen een toegevoegde V of D krijgen. Op dit moment heb ik objecten laten zien die vanuit een lijstje komen. En de kracht van dit stukje is dat hier ook de ribbon in zit. Ik kan hier bijvoorbeeld ook meteen op boom zoeken. En dan zie ik de bomen die gedefinieerd zijn in mijn structuur van mijn ribbons. En als ik daar even bij blijf staan, zie ik ook waar die uitkomt. Ik kan dus heel snel via het MicroStation mechaniek allerlei objecten zoeken,
plaatsen. We hebben natuurlijk niet genoeg alleen het aan plaatsen van objecten. Soms hebben we ook behoefte aan extra tools, zoals de controles of de calculatie en het plotten. Maar ik wil eigenlijk een stapje verder gaan. Ik wil namelijk heel snel bijvoorbeeld een talutassering tekenen. Op het moment dat ik deze knop gebruik, wordt ook het object meteen op een talutassering gezet. En ik kan nu kiezen of dat ik een gedeeltelijke talutassering wil maken of een volledige talutassering. Ik kies er nu voor om een gedeeltelijke talutassering te maken. En ik wil die graag gaan laten lopen van deze plek tot deze plek en hij moet botsen op deze onderste lijn. Ik zoom even wat in en als je hierop klikt, zie je meteen de assering die ik voor ogen had. Misschien zeg je wel van nou, die afstand 2 is toch wel wat te breed. Ik ga terug naar afstand 1 en interactief wordt meteen het object getoond. Ik hoef dus niet meteen te bevestigen, want ik kan dus stoeien met de afstanden. Maar ook stoeien met of ik een 2/3 lijn wil of een 1/3 lijn. Ik klik als ik klaar ben in de tekening en dan wordt er geautomatiseerd talutassering voor mij geplaatst op de juiste level. We hebben nog een andere mogelijkheid, zoals bijvoorbeeld het parkeerplaatsen. We kunnen dus geautomatiseerd parkeervakken tekenen. Je ziet dat geautomatiseerd al het VW-markering parkeerplaats actief is. En ik kan dus meteen een parkeervak tekenen als ik dat wil. Ik moet een paar instellingen doen. Ik wil graag 4 vakken tekenen. Op deze plek wil ik 4 parkeervakken bijtekenen. Ik wil dat in een bepaalde lijst doen. Ik kan het uit een lijst kiezen. Ik kan dus alle objecten ook weer aan vanaf deze plek. En ik kan natuurlijk ook gebruik maken van match. Op het moment dat ik wil gaan tekenen met de vast ingestelde waarde, kan ik dus kiezen om geen strekken op te voeren, een diepte weer te geven en kan ik op deze knop klikken. Ik kan op zoek naar de lijn waar ik hem op uit wil lijnen. Ik wil hem graag hierop uitlijnen. En ik zie dat er meteen 4 vakken worden getekend. En die worden ook meteen getekend op deze laagnaam. Dus op die manier kan je heel snel met speciale functionaliteiten bepaalde functies maken. Dat geldt dus voor meer. Een zebrapad geautomatiseerd plaatsen of iets dergelijks. Dus vanuit de workflows kunnen we verschillende ribbons aan. En je ziet dat als ik maar de workflow ga DO bestekken, zie je dat er veel meer ribbons zijn met veel meer functionaliteiten. Want er moet hier gewoon meer getekend worden. Ik kan er eventueel voor kiezen om een verkeersbord te plaatsen. We hebben een volledige verkeersbordenbibliotheek in onze set zitten. Die kan eventueel ook uitgelijnd worden. Als ik hem wat schuin wil plaatsen, ik heb toevallig heel veel rechte lijnen, dus ik ga hem eventjes hier aan maken. En je ziet dat die netjes uitgelijnd wordt met het betreffende object. Vanuit deze lijn kunnen we dus eigenlijk allerlei borden gaan plaatsen. Je kunt kiezen of je kunt het verkeersbordendialoog gebruiken. Misschien weet je niet precies welke objecten je nodig hebt. Dan kun je dit bord, ik zet dat even voor dit scherm, kun je dan gaan plaatsen. Ik dubbelklik op bijvoorbeeld een snelheidsbord. Ik kan dat op deze plek neerzetten. Maar misschien wil ik daar nog wel een waarschuwingsbord bij hebben. Ik dubbelklik op een waarschuwingsbord en ik wil graag dat hier ook een bord staat voor een scherpe bocht. Maar ik wil wel graag dat dat bord op paal staat. Ik klik op paal en je ziet nu dat dat bord automatisch in de goede volgorde ertussen gezet wordt of erboven gezet wordt. Ik wil misschien ook nog wel een rijrichting weergeven of een rotonde aangeven. Ja, ook dat kan. En ook hier geldt weer voor als ik dat op bord op paal doe. Dan wordt dus ook het bord uit elkaar getrokken. En nu zie je dat die rotonde keurig tussen die twee andere borden geplaatst is. We hebben natuurlijk ook functionaliteit om die borden weer weg te halen. Op deze manier kan je dus heel snel allerlei kaarten tekenen. En kun je dus conform NLCS werken. Natuurlijk zit er een opwaarderen van een bepaalde NLCS-object naar een hoger object of een lager object of een heel ander object erin. Maar dat is vanwege de tijd nu niet echt te tonen. Op het moment dat ik nu wat uitzoom, wil ik eigenlijk heel graag van dit stukje ook een plot maken. Ik ga dus terug naar mijn Optimize en ik kies voor plot. Ik klik op het plotscherm en ik kan dus kiezen uit de kaders die ik heb ingeregeld voor mijn omgeving en de stempels die ik heb ingeregeld. Eventueel de schalen die ik zou willen. Ik klik op plaats kader en maak stempel. Je kunt het draaien en roteren. Je kunt dus zelf kiezen hoe je je kader wil neerzetten. Je krijgt een lijstje met invulvelden of pull-down menus. En je kunt dus feitelijk zelf kiezen wat je daar wil gaan vullen. Dit is ook volledig uitbreidbaar. Dus als je niet genoeg hebt aan deze velden, kunnen we dit ook volledig uitbreiden. Ik klik op plaats stempel en er wordt meteen voor mij een stempel aangemaakt met netjes de waardes. Je ziet dat een aantal velden geautomatiseerd ingevuld worden. Dit stukje biedt eigenlijk dus de mogelijkheid om te plotten.
Maar ik heb niet genoeg. Ik wil eigenlijk ook heel graag snel een Noordpool willen plaatsen. Of ik wil misschien wel snel een legende plaatsen. Ik heb de mogelijkheid om een complexe legende op te bouwen. Ik kan dat doen op basis van filter op status of dergelijks. Ik klik op maak legende. En je ziet dat er nu een legende wordt getoond. Ik plaats de legende boven in mijn scherm. En ik wil graag dat de luchtfoto daaronder verdwijnt. Ik refresh hem en ik heb nu een mooie legende. We kunnen dat ook doen voor details. We kunnen een detail plaatsen. Bijvoorbeeld een dwarsprofiel wat ik ergens getekend heb. En op die manier kunnen we dat doen. Er zit ook slimmigheid in, want als we dit scherm verplaatsen, deze kan interactief aangepast worden. En daarmee heb je alleen maar de legende die hier ook gefocust is. Je ziet dus dat je eigenlijk in die hele flow die we hebben bedacht, we diverse omgevingen kunnen opbouwen. Niet alleen met workflows, met eigen functionaliteiten per afdeling of product. Maar je kunt op die manier dus ook je eigen objecten toevoegen via de administrator. Dus maak eigen objecten aan, maak je eigen workflows aan. En daar hebben we hulptools voor. Hij reageert en hij haalt eigenlijk het NLCS-teken uit je handen. Je kan dit aan elke afdeling aanbieden die iets maakt. En daarmee kun je dus feitelijk jouw NLCS tekenen. Er is altijd een toegang tot support. Mocht je dus een vraag willen hebben, klik even op de supportknop. En de supportwebsite wordt geopend. Je kunt tickets maken. En die komen dan uiteindelijk bij ons in de supportpagina terecht. Dus mocht je vragen hebben, wensen hebben, schiet ze in. Dan kunnen wij die in onze backlog meenemen en beoordelen. Op die manier kunnen we dus geautomatiseerd heel snel tekenen. Maar je ziet ook dat eigenlijk alle producten die eraan relateren NLCS maken. Ik wil even nog laten zien dat het dus ook mogelijk is om een klikimport te doen. En ook een klikimport is steeds belangrijker dat conform NLCS is. Ik ga even naar de temp en ik ga hier even naar mijn NLCS. Ik heb hier in deze NLCS folder heb ik twee bestanden zitten. Als ik daarop klik zie ik meteen de inhoud en kan ik ook die inhoud meteen openen. Ik wil graag inzoomen op de betreffende graafmelding. Als ik deze gebruikt heb, kan ik hier toevoegen administratieve data. Ik wil namelijk ook de kenmerken weergeven. En ik kan kiezen voor de NLCS-laag. Ik klik op importeren. Ik moet natuurlijk wel hier een bepaalde klikmelding geselecteerd hebben. En wat er nu gebeurt, is dat de klikmelding netjes vertaald wordt naar NLCS-lagen. Hij wordt hierin gelezen. Als ik hierin blijf staan, zie je dat er netjes een NLCS-laag aangekoppeld zit. En ook bij de diepte to maaiveld. Als die niet gemapt is, zal die niet NLCS worden. We hebben het daar vandaag al wat vaker over gehoord. Mapping moet in orde zijn. Maar ik kan dus nu met dit scherm de data ook bevragen. Ik kan dus bij de diepte komen van die objecten. Ik kan dus hier op deze objecten zeggen van oké, wat is dit dan voor een ding? Wat kan ik daar dan zien? Ik kan dus eigenlijk de volledige toegang krijgen tot mijn omgeving. En daarmee zie je dat die hele flow die ik net in het begin even geschetst heb, eigenlijk volledig wordt gestuurd door deze omgeving. En daarmee kun je keurig de hele handel laten werken. Voor nu is dit nu mijn verhaaltje. Ik weet niet of dit op moment er nog vragen zijn. Zo ja, dan mogen die gesteld worden. Ik zie nog geen handjes omhoog. Ik weet niet of we dat zien. We zijn met een klein clubje op dit moment. Als jullie geen vragen hebben, dan hebben we op dit moment nog tijd over. Dat is mooi. Dus 1 minuut 20 zie ik op mijn tellertje. Dus dat betekent dat ik het nu wat sneller heb gedaan dan de vorige keer. Maar ja, besef dus dat je inderdaad alles uit die plek kunt halen en geautomatiseerd zeer snel kan tekenen. En diverse functionaliteiten hebt om dat te kunnen realiseren. Nou, als er verder geen vragen meer zijn, dan zou ik willen zeggen bedankt voor jullie aandacht. En wellicht spreken we elkaar nog in de toekomst. Ik zie wat bekende namen, dus wellicht zien we elkaar op een bepaald moment weer terug. Voor nu een prettige dag nog. Bedankt, Dirk. Graag gedaan. En geniet nog van het laatste stukje van de middag. Hoi, hoi.